Ik hoop het wel. Goedemorgen. Goedemorgen. En jullie hebben al lekker geoefend. Ja, we hebben al. Ik hoorde jullie net nog even. De camera is wel gezet. Is het weer helemaal klaar? Ja, het is maar goed. Geweldig, hè? Ja, we moeten dan bij het cursusproject zonder jullie. Ja. In de gloria, in de gloria, hoera, hoera, hoera.
Kees. U allen van harte welkom in deze parochie, die zo mooi is en zo ijverig is om de eventen zoals deze willen organiseren. Heel mooi. Welkom ook aan het koor, aan de solisten, aan de organist, de trompetist. Van harte welkom, beste broeders en zusters, in deze bijzondere viering. En ik ben ook vereerd door hier mogelijk voor te gaan in deze viering. Mijn naam is Tarek, ik kom uit Polen en ik ben hier in Nederland al 22 jaar. En in deze parochie als kapelaan ben ik 6 jaar. En dan een nadeel is dat ik niet goed Nederlands spreek. Maar een voordeel erin ook zit dat u gaat beter luisteren. Dus kijk niet naar mijn fouten, maar probeer het goed te luisteren. Dat is belangrijk. Voor de lezingen die wij gaan horen, voor de sfeer die er is, voor de gezangen die worden gezongen. Luisteren, heel belangrijk. Want daardoor, zegt de heilige Paulus, komt het geloof, die belangrijk is in ons leven. Dus laten wij ons voorbereiden om deze Eucharistie goed te kunnen vieren. Daarom bieden wij samen schuldbeleidens. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezond ben in woord en kracht, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom spreek ik de Heilige Maria altijd maar, alleen. En u, broeders en zusters,
Psalm 90. Heer, gij zijt ons een toevlucht geweest van generatie op generatie. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde had voortgebracht, ja, van eeuw tot eeuw, zijt gij God. De dagen onze jaren, daarin zijn 70 en als wij sterk zijn 80 jaren. Wat daarin onze trots was, is moeite en leed. Want het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Leer onze zoon onze dagen te tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer dan terug, o Heer, lang nog en ontferm over uw dienaar. Verzadig ons in de morgenstond van uw goede tierenheid, opdat wij jubelen en ons verheugen al onze dagen. De lieflijkheid van de Heer zij over ons. Bevestig het werk onze handen. Want gij zoekt weer op wat voorbij is gegaan. Tot zover deze lezing. Ik nodig u uit om te gaan staan. En ik ga vol zingen, halleluja. Dan gaan wij allen met het oor herhalen. Daarna gaan wij het ernaar luisteren. Wat wij
in dat leven die aan ons is gegeven, wat wij zijn aan het doen. Wat doen wij ermee? Met de tijd die wij hebben gekregen, met de talenten die aan ons werden gegeven, met onze bekwaamheden, wat doen wij mee? Jezus nodig ons uit, en het geloof nodig ons uit, om iets goeds te doen. Om voor de anderen te zijn, te leven en moeite voor de anderen te doen. Waarom dit alles? Om aan ons leven een zin te kunnen geven. Om als je 60, 70, 80 of 90, wanneer je bent, je kan achter terugkijken naar al die jaren en zeggen, het is goed. Ik heb mijn tijd en mijn leven niet verspeeld. Het is goed. Ik ben blij, tevreden. En een voorbeeld daarvan is onze jubilaris vandaag. Ja. Want hij heeft veel voor de anderen gedaan. Veel tijd, geld en aandacht voor de anderen besteed. En dat is de liefde. Het is niet een zwevende idee. Ja, liefde, liefde, liefde. Wat is liefde? Iets heel concreets. Tijd, aandacht en geld voor de anderen geven. Voor de anderen hebben. Heel eenvoudig. En in Rut hebben wij een voorbeeld van. Wij mogen dankbaar zijn dat hij zo dicht bij ons is. Dat wij hem persoonlijk kennen. Hij zit hier. En zijn werk en wat God door hem heeft tot stand gebracht, je kan het niet tegenspreken. Het is een feit. Een feit. Zo is het, toch? De goede die wij hebben ontvangen, dat wij kunnen het delen. En door het delen wordt het in ons binnenste verminderd. Maak ons blij, tevreden. Je deelt en je hebt steeds meer. En na al die jaren kan je tevreden zijn. Omdat je hebt je leven in goede handen gelegd. Dat je in je leven hebt nuttig gemaakt. Bedankt terug hiervoor. Dank. Amen. Beste broeders en zusters, ik nodig u uit om te gaan staan en wij gaan ons geloof beleiden. Bladzijde 7 van het boekje onderaan. Wij bidden samen in het Nederlands. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schrijver van de hemel en aarde, om alles wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in mijn Heer Jezus Christus, enige geboren Zoon van God. Voor alle tijden, over de vader, over God, liefde en weer, ware God, ware God, geboren, niet geschapen, één wezen, vader, en door die oude.
De Heer zal bij u zijn. Verhef uw hart. Breng de dank aan de Heer onze God. Jij is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht dat wij u, Heilige Vader, altijd en overal danken door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit de nacht geboren. Om uw wil te vervullen en u een heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood en eenzaam maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zouden stralen. Daarom stellen wij in met de engelen en met alle heiligen, roemen wij uw heerlijkheid en de jeugd en zingen. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heeren totdat hij komt. Zijn dood en verrijzenis, indachtig God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het leven. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus, en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld,
dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus, onze paus, en Johannes, onze bischop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de Maagd Maria, de Moeder van Christus, met de heilige Jozef Verbrijdigom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leven in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en uw loven en eren door Jezus Christus apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. Amen. Geef elkaar een teken van vrede. Vrede.
Zalig zij die genodig zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ben ik waar dat Hij tot mij komt, maar spreek en ik zal.
Nu wil ik u alles aan uitnodigen om te gaan staan. U krijgt de zegen en dan de oorlog. Zegen straks het slot. Thank you.
Zet ze daar maar tegen. Ja, ik zet ze daar. Precies. Even met z'n allen uit volle borst, zonder voorbehoud. En er zijn hier wat zangers aanwezig. Ja, dus, Ave Maria. Nee, meid. Komt ie, hè? We hebben gehad. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de Gloria, in de Gloria, in de Gloria. Ik hoop hij leven. Ja, hey.